Zo mensen, nou wel. Filippo, ik zet jullie straks wel een beetje dichterbij. Maar ik vind het ook wel mooi van een verre afstand. Ja, nou ik ben druk hier met Bernd bezig. Ja. Dat hij iets veel weggehaald. Nou, ik ben hier, gaat het een beetje opvrolijken hier. Ja. Wat ik wel mooi vind, ik weet niet of het ook gaat gebeuren, maar het is denk ik wel de bedoeling. Om hier allemaal mooie bloemetjes hier zo, ik moet natuurlijk eerst schoffelen en harken, wat allemaal mooi strak en glad is. Maar nu is even wat, het ergste rommel weg. Ja. En dan nou, mooi glad maken, een beetje een stelletje maken naar beneden. Dat ja, een beetje ja, als een soort, maar dan ja, stel naar beneden. En dan ga ik daar mooi, ik hoop dat het mag, mooie kroketjes en narcisjes en tulpjes, een beetje vrolijk maken hier. Eigenlijk heb ik een beetje een soort ja, zelfprojectje bedacht. Ja. En dan ga ik het mooi rond niet zo. Allemaal mooie dingetjes komen erop. Alleen daar in de hoek zit een buis. Die ga ik nog een beetje ja, bedekken. Ik ga het ook wel vrij laten, omdat er de water waarschijnlijk doorheen komt. Ja, dus vandaar. Bottels in joh, vrij maar. Ja, het is wel een flinke klus hoor, maar
kijken of het nog. Ja, ik weet niet of het allemaal gegraven moet worden hoor. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ja, dit is eigenlijk wat. Zo'n heel, het is alleen maar een heel klein gedeelte van dit. Dat er veel weg van is. En het is allemaal een beetje mooi. Zo. Die kant op. De sloot helemaal schoonmaken. Een paar zit erin, zie ik al wel stenen en dat soort dingen. Nee, ik heb wel een mooi plaatje in mijn hoofd hoe het er ongeveer uit moet zien. Ja, maar het is wel een beetje leuk als mensen hier langs fietsen. Dat ze het mooi kunnen zien. Hoi! Ik voel wel wat hoor. Ja, zie je wel. Dit zit er zelfs nog in. Oh, ook weer naast. Maar het zal denk ik nog wel even duur worden, dat is echt helemaal klaar is hier. En natuurlijk maar 2 dagen hier, hè, dus andere 3 dagen werk op het werkhuis. Zo. Nou. Ja, ik maak even een nieuw filmpje. Nou, ik zag wel als ik
alles in de kar gaan scheppen, vind ik wel leuk. Kijk. Nou, dat was hem.